Net als jullie werken we bij het Nederlands Debat Instituut deze periode vanuit huis. En jullie zullen net zo goed als wij merken hoe belangrijk het is dat je de vergaderingen die je hebt op een goede manier leidt. Want ze moeten digitaal, ze moeten via de telefoon, via Skype for Business, Zoom, Microsoft Teams, Google Hangouts of FaceTime of wat je ook maar gebruikt. En dan is het extra belangrijk om te letten op de vergaderregels. Vandaar 3 tips om beter online, digitaal, telefonisch te vergaderen. De eerste tip die ik jullie wil geven is: zorg voor een heldere vergaderagenda. Die vergaderagenda die gaat ervoor zorgen dat je bij elk punt dat je bespreekt in ieder geval 3 dingen van tevoren hebt bepaald. Het eerste is het onderwerp, het helder afgebakende onderwerp van de bespreking. Heel belangrijk om dat te doen. 2. Wat wil je bereiken? Wat is het doel van de bespreking? Wil je een discussie met elkaar aangaan, informatie delen of ophalen? Of wil je een besluit nemen? Stel dat van tevoren vast. En het derde wat je moet doen is per inhoudelijk agendapunt bepalen wat de werkvorm is. Ja, en dan ben je natuurlijk beperkt in je werkvormen omdat je niet allemaal bij elkaar zit. Dus een vrolijke brainstorm gaat het waarschijnlijk niet worden. Maar je kunt al wel nadenken van tevoren. Hoe ga ik datgene uit de bespreking halen wat nodig is? De tweede tip gaat over aankondigingen die zowel relevant voor de voorzitter als voor deelnemers van een vergadering. Als voorzitter is het belangrijk dat je iedereen die deelneemt aan de vergadering laat beginnen door het noemen van zijn of haar naam. Vooral als mensen elkaar niet zo goed kennen is dat belangrijk. Het wordt iets minder belangrijk als je als intern team, dat we vaak met elkaar vergadert, nu de vergadering digitaal doet, dan kan iedereen elkaars stem wel herkennen. Maar dan is het voor de deelnemer wel relevant, die aankondiging. Want als je eerst vertelt wat je gaat vertellen en het daarna doet, bijvoorbeeld ik heb 2 dingen te zeggen over dit onderwerp, dan ben je veel makkelijker te volgen en zul je ook veel minder snel onderbroken worden. Tweede tip is dus, zorg voor goede aankondigingen. Ja, en dan de laatste tip. Zorg voor een goede afsluiting van de vergadering, waarin je in ieder geval de genomen besluiten nog eens samenvat als voorzitter en met elkaar alle acties doorneemt, zodat iedereen ook weer met frisse moed verder kan en weet wat hem of haar te doen staat. Zorg dus voor een goede actie- en besluitenlijst. Tot slot dit. Met deze tips ga je hopelijk effectieve en efficiënte online, digitale of telefonische vergaderingen tegemoet. Maar boven alles, let een beetje op elkaar. Blijf veilig. Hou jezelf gezond, hou anderen gezond en moedig voorwaarts op naar die vergaderzaaltjes, de oh zo verguisde vergaderzaaltjes die we volgens mij allemaal al behoorlijk aan het missen zijn. Veel succes bij je komende vergaderingen en hopelijk tot snel.